Welkom vanavond in de Pauskerk. Gezellig dat u hierbij bent in bij dit intieme concert, kunnen we wel zeggen. Intiem, gezellig, van een concert van, ja, onze mag ik niet zeggen, maar van de organist van de Pauskerk, van Diederik, onze bescheiden organist. Die vind ik altijd mooi kan spelen, dus we gaan vanavond van hem genieten. Een spel wat hij anders niet zo gauw bij ons in de kerk doet, maar nu vanavond voor ons doet. Dus veel genietplezier. En Diederik zal zelf het programma toelichten. Ja, dankjewel Hans. Het was een tijdje geleden dat Hans aan mij vroeg om een concert te spelen. En hij vroeg een thema aan mij en ik zei gelijk tegen hem, het thema is dat wat niet in de kerkdienst past. De reden is namelijk dat je als organist, die meestal in een kerkdienst speelt, ook heel veel muziek hebt die je mooi vindt, maar die je niet kwijt kunt. Nu kun je in de Pauluskerk vrij veel muziek kwijt, maar soms vind ik het zelf gewoon lastig om bepaalde muziek te spelen, omdat het liturgisch niet past. Bijvoorbeeld omdat het wereldlijke muziek is, of omdat het te lang is, of omdat de sfeer niet past. Nou, en dat soort werken, die staan vanavond op het programma. Het zijn werken die mij na aan het hart liggen, ik vind ze erg mooi. Ik zal in drie delen het programma toelichten. Het eerste deel zal ik nu toelichten, de eerste twee werken die ik speel. En de andere twee delen, deel 2 en 3, die licht ik boven bij het orgel vandaan toe. Het eerste deel. Mijn jongens leven had een end van Zweling. Nou, de standaard reden waarom ik dit eigenlijk niet in een dienst kwijt kan, is dat het een wereldlijk lied is. Het is geen geloofslied of het heeft niet een, iets wat, of het is ook niet neutraal waardoor het een bepaalde sfeer zou kunnen laten geven. Het is echt een wereldlijk lied, zoals heel veel waren in de tijd van Zweling. Dus daarom staat hij op programma. En een andere reden waarom hij er ook op staat, is dat het een variatie is. Er zijn meerdere delen. En een variatie geeft altijd de mogelijkheid om meerdere registers van het orgel te laten klinken. Dus dat biedt veelzijdigheid. Dat is een reden waarom hij op het programma staat. Vervolgens komt de chromatische fantasie van Jan Pieterszoon Zweling. Ik vind dat misschien zijn mooiste werk. Ik zou niet kunnen kiezen, maar eigenlijk, ja, ik vind het toch wel zijn mooiste werk wat hij gemaakt heeft. Als je dit gaat studeren, dit soort muziek, en ik ben het ongeveer 10 jaar geleden gaan studeren. Ik weet nog waar ik was. Ik was in Zimbabwe en ik had alleen een eenklapiers keyboard en een boek van Zweling bij me. Nou, dan zit je 4 weken in een ziekenhuis in Zimbabwe en dan moet je je tijd kwijt. Nou, dan ga je dat studeren en dan kom je erachter hoe mooi al die lijnen in dit werk lopen. En ik was daarvoor helemaal niet zo van bewust. Maar eigenlijk is Zweling een componist van een gelijke orde als Johann Sebastian Bach. Dat is de enige Nederlandse componist die wij hebben die van dat niveau is. Alles wat hij geschreven heeft is goed, ook dit werk. Waarom ik dit werk niet kwijt kan in een dienst is dat het nogal fatalistisch is. Het is niet bepaald een vrolijk werk. En het is lang. Nu heb ik, terwijl ik dit studeerde, bedacht dat ik dit werk op Oudjaarsavond wil gaan spelen. Dus het past toch in een kerkdienst. Maar hij stond al op het programma. Ik speelde het werk ook vrij rustig. Probeer alle thema's te volgen, de dalende lijn. Geniet ervan. Het orgel leent zich best aardig voor deze muziek. Nou, ik heb volgens mij al gezegd dat Zweling een componist is van absolute wereldklasse. Onthoud dat, luister veel naar zijn muziek. Studeer het zelf als je daar de gelegenheid toe hebt. Het is werkelijk fantastisch. Deze twee werken aan het begin van het concert zijn eigenlijk ook mijn lievelingswerken gelijk. Maar goed, de rest zal zeker niet vervelend zijn. Met een beetje geluk zijn we binnen het uur klaar. Als ik weinig inspiratie heb, als ik veel inspiratie heb, lopen de improvisaties uit. Dan zijn we niet binnen het uur klaar. Het heeft allebei zijn voordelen. Mijn twee oudste kinderen zijn mee om blaadjes om te slaan en te registreren. Het is de eerste keer dat we het samen doen, mocht er iets fout gaan. Het zij zo. Het wordt leuk.
Nou, dat was de chromatische fantasie van Swelinck. Als u goed heeft opgelet, heeft u gezien dat ik vooral met mijn linkerhand veel authentieke vingersetting heb gebruikt. Dat is wat anders dan wat bij Johann Sebastian Bach gebruikt werd, maar het kon nog wel. Het zal hier ook zeker plaatsvinden. Ik ga de Passacaglia zo voor jullie spelen. Ja, Passacaglia is een, ik vind het eigenlijk het mooiste orgelwerk van Bach. Maar het duurt een goede 15 minuten. Probeer dat maar eens in dienst kwijt te kunnen. Het heeft al zoveel inhoud en zoveel schoonheid in zich dat als een organist dit werk in een kerkdienst zou spelen, dan zou dit voor mij de kerkdienst bijna zijn. Zoveel inhoud heeft het. Ik ga hem rustig spelen, heel mooi doorspelen. Het is eigenlijk voor mij het mooiste werk van Bach waar ik bijna mijn hele leven op heb gestudeerd. Dus ja, ik hoop dat hij er goed uitkomt. Daarna komt de improvisatie op het Wilhelmus. En naarmate ik mezelf meer met liturgie ben bezig gaan houden en meer heb geleerd over liturgie, ben ik steeds meer een kerk gaan zien als een iets wat weinig van doen heeft met landen en met naties en met koningshuizen en met staten. Maar de kerk staat er los van. En in Nederland hebben wij ook een scheiding tussen kerk en staat. Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken, maar eigenlijk vind ik het wel heel mooi dat de kerk en staat gescheiden van elkaar zijn. In ons land is dat ook zo gegroeid, omdat we natuurlijk veel verschillende geloofsgemeenschappen hebben gehad. We hebben Joden gehad die in ons land toevlucht hebben gezorgd. En we hebben natuurlijk zelf ook min of meer een godsdienstoorlog gehad met Spanje, de 80-jarige oorlog. In ons land is altijd veel vrijheid geweest. Daarom wil ik graag de Wilhelmus spelen. Ik denk ook dat dat niet echt in een kerkdienst thuis hoort, omdat wij de kerk zijn. Maar ik ben de overheid ook dankbaar en onze regering dat we veel vrijheid hebben en dat we onze kerkdiensten nog gewoon kunnen houden. In tegenstelling tot veel landen waar alles gesloten is. Dat is de reden waarom de Wilhelmus improvisatie zal hebben in deze viering, of dit concert. Eerste Passacaglia. Thank you.
Nou, dat was het tweede blokje. Een aantal mensen, of de mensen die hier regelmatig naar de kerk gaan, die zullen wellicht mijn improvisatiemodelletjes wel herkennen. Net zo makkelijk als dat een psalm op een bepaald model gaat, kan ook het Wilhelmus er kennelijk op geïmproviseerd worden. Nou, dat heb ik gedaan. Een klassieke improvisatie. Het volgende deel, echte romantische muziek. Ik heb dit stuk een aantal keer geprobeerd in een dienst in te brengen, maar dat werd altijd afgewezen vanwege de tijd vooral. Het is toch een goede 8 minuten muziek. Dat kan ook niet onder de viering van het heilige avondmaal, want de sfeer ervan is best wel zwaar. En dat is nou niet het beeld wat ik bij heilige avondmaal heb. Dus daar kan ik het ook niet kwijt. Maar het past heel erg goed op dit orgel. Uiteindelijk is dit orgel best wel een romantisch instrument. En deze fuga van Robert Schumann op het thema BACH, dat is een voluit romantisch werk wat prachtig opbouwt en heel mooi kleurt. Ik zal, zoals ik bij de Pascal heb gedaan, het eerste gedeelte ook hoofdzakelijk op 8 voeten spelen en later komen er meer registers bij. Maar in eerste instantie is het vrij rustig gespeeld. Als je dit stuk op YouTube opzoekt, dan kun je allerlei hele snelle uitvoeringen hiervan vinden. Maar er staat toch echt langzaam bij. En omdat het een romantisch werk is, gaan we het ook langzaam spelen. Ik vind zelf dat het dan ook het mooiste tot zijn recht komt. Het is een heel poëtisch werk eigenlijk. Nou, zoals ik al zei, het is geschreven op het thema BACH, zoals Bach dat zelf ook regelmatig deed. En dat heeft Schumann overgenomen met een aantal fuga's. Ik zal het even het thema een keer laten horen. Nou, Franz Liszt bijvoorbeeld heeft er ook op geschreven en Bach heeft dit thema ook verwerkt in zijn allerlaatste werk wat hij heeft geschreven. Uit de Kunst der Fuge, vlak voordat hij overleed, zet hij zijn handtekening nog midden van dit thema. En dat komt in veel muziek voor. Nou, daar heeft Schumann dus een hele fuga opgeschreven in romantische stijl. Mooi werk. Vervolgens komt er een vrije improvisatie. Dat heb ik even vrij gelaten. Ik zat in gedachten om een stuk filmmuziek in deze dienst in te brengen. Dat is niet gelukt. Ik heb eigenlijk al wel een stuk filmmuziek gespeeld. De Pascalia van Bach. Die komt namelijk in de film The Godfather voor. Mocht je die film thuis hebben of op een of andere online dienst kunnen bekijken. Aan het eind van deel 1 is een scène waarin gedoopt wordt. Daar klinkt de Pascalia en het is werkelijk bijzonder goed gekozen muziek daar. Pascalia komt ook in films voor, dus het is met recht filmmuziek. En ik zal mijn improvisatie ook proberen filmisch te brengen. Ik heb daar niet heel veel ervaring mee, maar ik heb wel veel ideeën. Dus we zullen zien wat er uitkomt bij de vrije improvisatie. Het laatste deel.
Dietrich, dankjewel voor de mooie muziek. Klanken die ik nog niet eerder helemaal uit het orgel heb gehoord. Blaas ook vond ik hele hoopvolle muziek. Terwijl dat zegt dat je ook van de donkere klanken houdt, ik vond het echt heel hoopvol. Dank daarvoor. We hebben een bloemetje waar ook het gezin mee van kan genieten. Ik vond het ook heel mooi om te zien hoe Felicia en Matthias gewoon jullie, het in feite een trio was bijna. Dat jullie met z'n drieën af en toe deden. Het is echt schitterend om te zien. Dankjewel. Dankjewel. Het was ook heel mooi dat Sjoerd bedacht had om het erachter te laten zien. Dus we konden echt meekijken. Meegenieten, die me extra meegenieten. Dank daarvoor. Dankjewel voor de volgende keer. Ja.